Goedemorgen. Auw, kut. Goedemorgen. Ik ga jullie laten zien wat mijn ochtendroutine is. En ik moet je eerlijk zeggen, dan ben ik niet op mijn best. Ik wil het liefst zo lang mogelijk in mijn bed blijven liggen. En dan snoezen totdat het echt niet meer kan. En dan ben ik eigenlijk al te laat. En dan moet ik nog mijn make-up doen. Dan moet ik nog douchen. Dan moeten mijn haren nog... Oké, dit is hoe we het gaan doen. Dus dan heb je van die maskers die je 's nachts op kan doen. Die hoef je er ook niet af te halen. Die trek gewoon in je huid. En als je dan opstaat, is je huid dan meteen chill. Dan merk je gewoon al dat die niet uitgedroogd is. Dan kan je eigenlijk meteen beginnen met je dagcreme. En daarvoor gebruik ik deze. Die is fucking chill. Die heb ik dus al opgedaan voor het slapen. Maar ik vergeet nooit in die paniek om mijn dagcreme op te doen. Want als ik mijn foundation opdoe zonder dagcreme, dan lijkt het of je niet... Ik weet niet, dan lijkt ik gewoon een beetje geel. Ik gebruik altijd van Shiseido deze crème. Heel veel vrouwen zeggen 's ochtends, oh, ik wil een lekker licht crème opdoen. Ik wil gewoon dikke crème. I like it. Oké, dan heb ik van dezelfde de oogcrème. Ik zweer bij Shiseido. Dan gaan we door. Foundation. Ik doe altijd een net iets te grote druppel op mijn voorhoofd. En die doe ik dan ook hier, zodat je niet een soort masker krijgt. Nou, dit story of my life, altijd te veel gebruiken. Jee. Hey. Oké. Ja. Een hele vieze, hoe heet zo'n ding? Beauty blender. En dit kleine dingetje had gekregen. Een heel dun laagje maar. En dan heb ik deze. Dit is wat ik doe. Don't judge me. Ik smeer het hier. 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 En hier. Hier. Mochten er nou visagisten zijn en die zeggen, Gwen, je fuckt je hele gezicht op. Let me know in de comments. Ik heb geleerd dat je de dingen die naar voren moet komen, moet highlighten. Nou, ik ben alles aan het highlighten zoals je nu ziet. Bam! Een afgetuigd blikje van poepa. Hier shape ik mijn gezicht een beetje mee, naast dat ik het heb gehighlight. Hier tussen. Hieronder. Het is goed voor je kaaklijn. Het is vooral ook snel allemaal, dus het kan best zijn dat het een beetje misgaat. Hierboven. En hier in het midden. Goed daartussen. Zo. Yes. Niet te veel, heel klein beetje. Anders lijk je op een clown. Oké, top. Nou, dan heb ik eigenlijk mijn hele gezicht wel gedaan. En dan is het alleen nog mijn ogen en mijn wenkbrauwen. Benefit. Eén van mijn favoriete merken aller tijden. Ik vind het heel belangrijk dat je je wenkbrauwen natuurlijk houdt. Tadaa! Ik zit altijd met mijn handen in mijn gezicht. En hoe moeilijk nadenken, stress. Dan zit ik overal aan. Maar daar hebben ze ook wat op gevonden. Ready Set Brow. Oh, hier word ik zo blij van. Met die breng je het eerst aan en met die kam je het. Het is een doorzichtige gel. Daardoor blijven ze echt voor life zitten. Dan heb je stap 3. Wow. De High Brow. Dan highlight ik dit hierboven. Heel klein beetje. Alleen nog mijn ogen. En ik heb deze mini en daar zweer ik echt bij. Deze is klein. Er zitten alle kleuren in die je nodig hebt. Eerst begin ik altijd met de... Die witte of die lichtste, die smeer ik over mijn hele ogen heen. En je ziet me ook wel veranderen. Maar je ziet niet dat ik onwijs heftige ogen heb. Oké, heel dun. Soms ben ik dan in een wilde bui. En dan wil ik een wing maken. Altijd spijt. Plus, wie heeft er nou tijd om in de ochtend een wing te zetten? Not me. Sinds ik deze heb, ik wil echt nooit meer wat anders. Eerst met de korte kanten mascara aanbrengen. Oké, dan. Kijk, toch fijn dat je dan niet glimt. Oh, een kerstbal. Ik denk dat er door heel Nederland dit soort lippenstift van mij verspreid liggen. Het is niet dat je zegt je hebt een kleur op, maar als ik die niet op heb, dan voelt het gewoon niet goed. En nu is mijn hoofd af. Maar niet mijn haar. Ik ga naar bed en dan borstel ik het daarvoor heel goed. Dan hang ik op mijn kop, draai er een knot in. Dat is deze. En die haal ik los. Tadaa. En dan zit het eigenlijk al. En nu is het ontploft. Gaat hier iets echt mis? Wat de f*** is dit? Ja, ik kan er ook niks beters van maken vandaag. Ik zit midden in de haarcrisis. Oké, er is één ding. Eén van de 10 flessen die ik heb. Die liggen door het hele huis, zitten in iedere tas. Mijn geurtje. Nu ben ik er klaar voor. Doei! Tandpasta. Doei!